Karin van Loon behoort tot ruim 300 patiënten in Nederland die lijden aan EHS, elektrohypersensiviteit. Dat houdt in dat je last hebt van allerlei soorten elektromagnetische velden. Afgelopen vrijdag ging het mis toen door nog een onbekende storing de straling van de UMTS-antennes op de kerk ineens fors toenam. Ik heb daar sterk op gereageerd. In eerste instantie met sterke hoofdpijnen en verbrandingssensaties over mijn lichaam, zenuwpijnen ook. En uiteindelijk begon ik zelfs te verbranden op mijn rug. Het was voor mij bijzonder pijnlijk. De vader van Karin probeert op allerlei manieren in contact te komen met KPN om iets aan de situatie te doen. Maar dat lukt niet. Uiteindelijk besluit het kerkbestuur het heft in eigen handen te nemen. Toen hebben we eerst nog de politie gebeld om te vragen of die eigen nummers had om de zaak op te lossen. Toen dat niet was, hebben wij op een hele verstandige manier ervoor gezorgd dat die zender niet meer ging zenden. U heeft hem uitgezet? Hij ging niet meer zenden. Wat zij gedaan hebben, de mast laten uitschakelen, is natuurlijk niet niks. En dan nemen ze risico mee. En ik ben ze daar heel dankbaar voor. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zweden wordt elektrohypersensiviteit in ons land niet officieel erkend. Volgens de overheid is er te weinig wetenschappelijk bewijs over het verband tussen straling en ziekteverschijnselen. Nederland loopt achter de feiten aan. Ik hoop dat ze snel genoeg doorkrijgen dat er honderden, zo niet duizenden mensen in Nederland aan deze ziekte lijden. Mijn dochter is afgestudeerd apotheker. Ze is cum laude afgestudeerd, een van de zwaarste studies in Nederland. En zij zou een prachtige carrière gaan maken. Alleen al suggereren dat iemand die dergelijke vooruitzichten heeft, de voorkeur aan zou geven om in een tent bij haar ouders op zolder te gaan zitten, die weet niet waar die het over heeft. KPN laat weten de mast toch zeer binnenkort weer aan te zetten. De telecomaanbieder wil daarbij wel tegemoetkomen aan de klachten van Karin van Loon. Zo wordt bekeken of de antenne misschien anders gericht kan worden en of de mast een minder sterk signaal kan uitstralen. Zodra de mast aangaat, dan zal ik niet meer uit de klammer kunnen komen. En dan moet u hier op uw kamer blijven? Ja. Dat is vreselijk. Voor iemand die een normaal leven had wel, ja. Ze zal nog harder achteruit gaan dan ze nou al doet. En het einde is dat ze er uiteindelijk aan kapot gaat.